Goedemorgen, dames en heren. We zijn vandaag de 29e september zijn we te gast bij de familie Luiks in Diever. We krijgen een 21 paarden te keuren en nummer 10 die blijft afwezig vandaag. Een beetje miserig, maar met de tent en de baan is goed tot nu toe, dus we kunnen beginnen met nummer 1. Dan de uitslag van nummer 1. Het is een merrie met een mooie lange hals. Zou wat bespierder mogen. Zou iets meer uitdrukking in zijn hoofd mogen. De bovenlijn is voldoende gesloten. Miste toch iets bespiering. Ruim voldoende kwaliteit in het beenwerk. Stap is ruim. Kan iets krachtiger en wat meer activiteit in het achterbeen tonen. En dat zien we ook terug in de manier van draven. Heeft houding, goed ruimend voorbeen. Maar we missen toch het krachtige achterbeen. Dit paard wordt opgenomen in het stamboek met een derde premie. Voor een hogere premiering dan zou meer kracht vanuit het achterhand moeten tonen. Nummer 1 is... up in the studbook with a third premium, and the winner high of the number 1 was 163.
Uitslag van nummer 2, een paard met een mooi front, sprekend hoofd, lange hals, staat er voldoende verticaal geplaatst, iets onder hals, mooi schuine schouder, bovenlijn is goed aangesloten, zou iets bespierder mogen, iets langer in het kruis, mooi lang voorbeen, zorgt ook dat het paard horizontaal in zijn romprichting is. Beenwerk is voldoende correct, zou iets meer kwaliteit in het achterbeen mogen tonen. Stap is ruim voldoende ruim, mag iets resoluter van het achterbeen, met name linksachter aantreden. Stap en draf heeft hij voldoende houding laten zien met een mooie ruimend voorbeen. Ook hierbij zou het achterbeen met iets meer snelheid meer onder de massa geplaatst mogen worden. Dit paard wordt opgenomen in het stamboek en krijgt een derde premie. Nummer 2 is going up in the stamboek with a third premium.
uitstappen, recht uitstappen, arm. Oh, oh, blijf bij hem, blijf bij hem. Dan de uitslag van nummer 3. Het is een paard met een toont veel front, verticale halsplaatsing. De hals komt wel iets dieper uit de borst, sprekend hoofd, voldoende schouderligging, sterke bovenlijn, mooie brede lendenen, goed bespierd, ook langkruis, toch wel tellend. Voldoende kwaliteit en hardheid in het beenwerk. Stap is na ontspanning is voldoende in de takt, zou iets ruimer en iets meer afdruk mogen tonen. In het draf heeft hij heel veel techniek laten zien met een mooie manier van draven. Goed voorbeen, goed gebruik van het achterbeen met voldoende snelheid ondergebracht. Kan ook doorschakelen en mede door die goede draf wordt het stamboekster met een tweede premie. Number 3 is going up in the stud book, star with the second premium.
gaskamer. Dan de uitslag van nummer 4. Een paard met een sprekende voorhand. Het nek zou iets langer mogen, maar wel ruim voldoende halslengte. Hele goede bovenlijn. Sterk, goed bespierd, ook op lendenen. Het kruis kan iets, zou iets minder hellend mogen zijn. Goed ontwikkelde hoeven. Voldoende kwaliteit ook in het beenwerk. Achterbeen mag iets minder gehoekt zijn. Stap is ruim en krachtig, een goede regelmaat. Draf heeft die houding laten zien met voldoende ruimte. Zou duidelijk wat meer kracht en souplesse mogen tonen in het draf. Dit paard wordt opgenomen in het stamboek. Ster met een tweede premie en dat heeft hij met name verdiend door zijn goede stap en een goede bovenlijn. Maar hogere premiering zit er niet in, want dan zou de draf toch duidelijk meer kracht moeten tonen.
lijn oversteken. Uitslag van nummer 5, Riaal, langgelijnd paard, die als driejarige iets vroeger rijp is. Mooi voorhand, mooi sprekend hoofd ook. Goede bovenlijn heb ik aangegeven. Kruis zou iets minder hellend mogen. Voldoende kwaliteit en correctheid in het beenwerk. Stap is voldoende ruim, maar zou iets resoluter mogen aantreden vanuit het achterbeen. De draf, ja, dat is een hele krachtige draf met heel veel souplesse en schakend vermogen en ruimte. Zoals je een draf graag wilt zien aan de hand. Mede door de draf wordt het stamboekster met een eerste premie. Nummer 5, going up in het stamboek, star with a first premium. Nummer, de uitslag van nummer 6. Het is aansprekend in zijn type. Mede door zijn mooi sprekend edel hoofdje. Zou iets langere hals mogen tonen. De merrie in zijn geheel zou ook iets langer gelijnd mogen. Maar wel goed aangesloten, correct gebouwd. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit. Maar zou
correcter in het voorbeen mogen, met name in de bewegingsafloop van het voorbeen. Stap is voldoende takmatig en ook voldoende ruimte. Draf heeft die mooie houding laten zien, maar het voorbeen mag iets verder weggezet worden. En ook zou het paard iets opwaartser in zijn manier van draven kunnen laten zien. Dit paard krijgt vandaag een derde premie. Nummer 6 has gotten a third premium today. Ja. Uitslag van nummer 7. Een paard dat ruim voldoende ras uitstraalt. Het is een voldoende sprekend hoofd en ook een voldoende verticaal geplaatste hals. Goede bovenlijn, voldoende bespiering. Het kruis mag iets minder hellend zijn. Het beenwerk heeft voldoende kwaliteit. Zou met name in het voorbeen wat correcter mogen. Toch een Franse stand voor.
Stap is takmatig, voldoende ruim, maar iets resoluter. En draf heeft hij heel veel techniek laten zien. Blijft wel wat vlug in zijn manier van draven. En kan meer souplesse en met name balans tonen in het draf. Dit paard krijgt een derde premie. Heeft hij met name door zijn ras en bouw verdiend. Nummer 7, third premium today.
Uitslag van nummer 8. Het is een merrie, zou iets sprekender in zijn hoofd mogen. Ook de hals mag wat langer. Wel een mooie schouder, goede schouderligging. Ruim voldoende aansluiting in de bovenlijn. Lang kruis, zou iets minder hellend mogen zijn. Voldoende kwaliteit in het beenwerk. Stap is beperkt. Mist toch nu en dan de takzuiverheid. Draf heeft hij mooi krachtig achterbeen laten zien met voldoende ruimte. Zou iets meer suplesse mogen tonen. Dit paard verdient mede door zijn bouw en zijn draf de derde premie. Maar voor een hogere premiering is de stap toch te beperkt. En we kunnen alleen maar constateren dat ook de test niet compenserend werkt in dit geval. Nummer 8 is a third premium today. Voor 7 jaar ruim voldoende jeugdig paard. Paard met voldoende sprekend hoofd
En halslengte. Heeft een voldoende schouderligging, voldoende schuine schouderligging. Zou wat langer mogen. Bovenlijn is voldoende aangesloten. Vrij hellend en toch lang in het kruis. Ondanks het lange voorbeen blijft het paard toch wat neerwaarts in zijn romprichting. Ja, de beweging, dan missen we toch zowel in de stap als in de draf. Toch met name de takt en de regelmaat. En heeft wel een mooi ruimend voorbeen. Maar het is in de achterhand, vanuit het achterbeen, niet voldoende krachtig. En de zuiverheid in zijn manier van draven en van stappen krijgt vandaag geen premie. Nummer 9, no premium today.
Dan de uitslag van nummer 11. Vierjarige Maddie. Maddie met hele goede bouw, goede aansluitingen, goede verhoudingen ook. In ras heeft hij ruim voldoende verticale geplaatste hals. Zou iets langer mogen in verhouding, zeker in verhouding met de bouw. Beenwerk is voldoende kwaliteit, zou iets correcter in het voorbeen mogen. Stap is takmatig, met ruim voldoende ruimte. Draf heeft die houding, mooie houding laten zien. Maar dit paard heeft wel activiteit in het achterbeen, maar het achterbeen zou met meer onder de massa geplaatst moeten worden. En ook het voorbeen zou iets meer ruimte mogen pakken. Dit paard krijgt vandaag een derde premie, wat voorlopig ster. En de voorlopig ster, dat heeft hij met name verdiend door zijn hele goede bouw en ruim voldoende rasuitdrukking. In de beweging zijn we nu nog niet overtuigd en vandaar het voorlopige sterpredicaat. Today this mare een third premium and is a professional start today. Hey. Nummer 12 is een royaal gebouwde merrie, goed gebouwde merrie, sterke bovenlijn, goed in verhoudingen. Ook ruim voldoende rasuitdrukking, mooi sprekend hoofd, helder oog. Beenwerk is voldoende kwaliteit, maar kan met name in het voorbeen correcter.
stap is beperkt, wel ruimte, maar niet in de goede regelmaat. En in de draf heeft hij houding laten zien met ruimend voorbeen, voldoende kracht achterbeen, zou iets meer schakelend vermogen mogen tonen. Dit paard krijgt vandaag een derde premie en met name de correctheid in het beenwerk en de stap, dat houdt een hogere premiering tegen. Dan de uitslag van nummer 13. Het paard dat opvalt door zijn verticaal geplaatste lange hals. Het hoofd kan iets sprekender. Voldoende schouderligging, mooi lang schouder ook. De rug kan wat sterker in de bovenlijn. Ook de lenden kruis mag iets vloeiender met elkaar overlopen. Royaal ontwikkelde hoeven met voldoende hardheid. Zou iets minder krom in het achterbeen mogen. Ook iets week gekoot. Stap is ruim met voldoende takmatigheid. Draf heeft die ruimend voorbeen laten zien. Maar het achterbeen blijft toch te ver van achteren. En daarmee wordt ook de balans wat gemist in de manier van draven. Dit paard krijgt vandaag geen premie. Heeft wel een ruim voldoende rasuitdrukking en een stap, maar de draf compenseert, kan zeker niet compenseren.
Uitslag van nummer 14. Hoe we even ruim overleggen. Het is een paard met twee verschillende gezichten. Heel aansprekend in zijn type. Mooi sprekend hoofd. Ook een mooie halslengte. Goede bouw. Goede verbindingen. Mooie goede verhoudingen ook. Lang gelijnd. Ruim voldoende kwaliteit in het beenwerk. Stap. Dan mist hij toch wel eens, met name in het voorbeen, de regelmaat. En in het draf blijft hij ook met een mooi ruimend voorbeen, goede houding, goed gebruik van het achterbeen, zou iets meer souplesse mogen tonen. Dit paard krijgt vandaag een derde premie en we willen dit paard de kans geven om zijn beweging te gaan bewijzen in het test. Want hij heeft inderdaad heel veel over, met name in de bouw. Nummer 14 is een short premium en is a professional start today. Dan de uitslag van nummer 15. Een paard met ruim voldoende rasuitdrukking, sprekend hoofd, voldoende manen ook.
Halslengte is ruim op lengte, zoiets verticaal geplaatst te mogen zijn. Sterke bovenlijn, kruis mag iets minder hellend zijn. Wel hard beenwerk, reaal ontwikkelde hoeven, voldoende correct in het beenwerk. Stap is takmatig en voldoende ruimte. Draf heeft een goede houding laten zien met een ruimend voorbeen. Actief achterbeen heeft ook lichtschakelend vermogen laten zien. Zou iets meer zweef en souplesse mogen tonen. Maar al met al, mede door zijn goede bouwen en beenwerk, wordt het vandaag ster met een tweede premie. Uitslag van nummer 16, paard met een klein hoofd, horizontaal geplaatste hals, wel voldoende lengte, paard met veel behang, voldoende schouderligging, iets armbespierd in de bovenlijn, kruis kan duidelijk wat minder hellend, blijft ook iets korter in voorbeen, daarmee toch neerwaarts in zijn romprichting. Voldoende kwaliteit in het beenwerk. Voorbeen mag iets correcter. Stap is ruim met voldoende takt. Kan iets actiever, resoluter vanuit het achterbeen. Draf heeft die houding laten zien.
met een voorbeen dat iets meer schoudervrijheid mag tonen, wel actief in zijn achterbeen. En, maar we zien dat achterbeen toch iets meer onder de romp geplaatst. Dat het meer onder de romp wordt geplaatst. Dit paard krijgt vandaag een derde premie. Uitslag van nummer 21. Heel 11-jarige Ruin. Sterk gebouwd. Voldoende, ruim voldoende duurzaamheid ook in dit paard. Heeft mooi sprekend hoofd. Hals is goed geplaatst, goed verticaal geplaatst. Zou iets minder zwaar, zowel in de hals als in de nek, of in de nek mogen. Goede bovenlijn, voldoende kwaliteit in het beenwerk. Stap is ruim, zou iets meer veer mogen tonen. En het draf heeft hij ruimte en krachtig achterbeen laten zien. Zeker in de tweede ronde liet hij ook nog schakelend vermogen zien. Dit is ruim wordt opgenomen in het stamboek Ster met de tweede premie. Nummer 21 is going up in het stadboek. Star is de second premium.
Uitslag van nummer 22. Een rastypisch ruin met een mooi klein sprekend hoofd. Voldoende hals- en neklengte. Ook schuine schouderligging. Zou ietsje sterker in de rug mogen. En het kruis iets meer lengte mogen tonen. Voldoende kwaliteit in het beenwerk, maar in stand van het achterbeen kan het correcter. Stap mag ruimer en meer kracht tonen. Draf heeft een mooi ruimend voorbeen laten zien met ruim voldoende snelheid ook in het achterbeen. We missen toch bij dit paard iets de souplesse en het schakelend vermogen. Deze ruin wordt vandaag opgenomen in het stamboek en krijgt een derde premie. Voor een hogere gradering zouden we toch meer kwaliteit in het achterbeen willen zien en ook de stap meer takzuiverder. Number 22 is going up in the stud book with the third premium.
Uitslag van nummer 17. Aansprekend in zijn type. Mooie lichte hoofd-halsverbinding. Zou iets langer in zijn nek mogen. Wel een mooie en ook bruikbare hals. Middenstuk kan duidelijk wat sterker. Ook iets minder hellend in kruis. Stap is wel ruim, maar we missen met name het veer. En zou ook iets taktzuiverder mogen in zijn stap. Draf heeft hij heel veel houding en front laten zien. Snel achterbeen. In de draf zien we toch graag dat het paard iets meer over de rug loopt. En het achterbeen iets meer onder de massa plaatsen. Krijgt vandaag geen uitnodiging voor de tweede bezichtiging. Dan missen we toch met name in de bouw en de manier van stappen toch de nodige kwaliteit. Nummer 17, no invitation for a second view.
Uitslag van nummer 18. Aansprekend is het type. Goed geplaatste hals. Mooi klein hoofdje. Zou iets meer uitdrukking in het oog mogen. Schuine schouder. Goede bovenlijn. Vrij hellend in zijn kruisligging. Licht neerwaarts in zijn romprichting. Stap is ruim. Actief met een goede tact. En draf heeft heel veel kracht en souplesse laten zien. Met een hele mooie balans daarin, zijn manier van draven. Met name door zijn beweging wordt het een eerste premie. Nummer 19, Royale,
goed gebouwde, sterk gebouwde merrie. Met heel veel rasuitdrukking, mooie voorhand, sprekend hoofd, sterke bovenlijn. Zou iets minder hellend in het kruis mogen. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit, maar kan met name in het voorbeen correcter. Stap is ruim en krachtig en ook in draf heeft hij heel veel kracht en ruimte laten zien met goede balans daar ook in. Krijgt een uitnodiging voor een tweede bezichtiging. Nummer 19, first premium en invitation for a second view. Uitslag van nummer 20. Een paard met heel veel uitstraling. Met name door zijn hele mooie voorhand. Veel behang ook. Goede schouderligging. Middenstuk zou misschien ietsje sterker mogen. Stap is ruim. Met een goede takmatige manier van stappen. En een draf. Ja, heel veel ruimte en kracht en souplesse. Met heel veel balans. Met die goede draf wordt het een eerste premie. En daarmee de uitnodiging voor een tweede inspectie. Nummer 18, first premium and invitation for a second view.
Uitslag van nummer 5 voor de tweede beoordeling voor de eventuele voorlopige kroonverklaring. Bij de voorlopige kroonverklaring, ja, en ook bij de modelverklaring is de volgende regel van toepassing misschien ook wel bekend bij u allen. Maar ik herhaal het nog maar even dat de beweging niet kan compenseren ten opzichte van de exterieurcijfers, ras, bouw en beenwerk. En dan moet in ieder geval voor beide onderdelen moet het gemiddeld 7,5 zijn. Het is een... En dan kan ik ook wel meteen aangeven dat deze merrie niet wordt aangewezen als voorlopig kroon. Het is een geweldig dravend paard met nu een goede stap. Alleen in het exterieur, met name in ras, zouden we iets meer ras uitstraling willen zien. Iets meer front maken en ook iets meer kwaliteit in het beenwerk om dat voorlopig kroon te kunnen overgaan. Maar in bouw is een goed gesloten bouw, sterke bouw. En valt weer op door zijn hele sterke manier van draven. Maar dit waren de onderdelen voor ons om geen voorlopig kroonpredicaat toe te kennen. Nummer 5 is no professional crown today.
Uitslag van nummer 18. Paard met een mooie voorhand, mede door zijn verticale halsplaatsing. Goede bovenlijn. Lang, maar erg hellend in zijn kruisligging. Kan iets correcter, zowel in het voorbeen als in het achterbeen. Ja, hij valt weer op door zijn goede manier van beweging. Goede taktmatige draf en een stap. En een hele krachtige en heel veel balans in zijn manier van draven. Maar krijgt voor ons niet het voorlopige kroonpredicaat toegekend. Dan zou het toch iets correcter in zowel in het voorbeen als in het achterbeen mogen. En ten opzichte van een kroonverklaring, dan zouden we ook de kruisligging duidelijk minder hellend willen zien. Dat is de uitslag. Dank u wel voor de presentatie. En de number 18, no professional crown today. Uitslag van nummer 19. Het is heel aansprekend in zijn type. Sterk gebouwd. Kruis mag iets minder hellend zijn. Valt ook weer op door zijn sterke en krachtige manier van bewegen. Zowel in stap als in draf. Alleen heb ik zo net ook genoemd. De beweging kan niet compenseren voor het exterieur kenmerken. En deze merrie wordt niet aangewezen voor het modelschap.
Want dan missen we toch te veel correctheid, met name in het voorbeen. Vooral in het rechter voorbeen. En achter kan het ook iets correcter, maar het modelpredicaat wordt tegengehouden door met name de correctheid in het voorbeen. Helaas, maar zo ligt het op dit moment. Dan nummer 19 is no professional crown today, model today. Dan de uitslag van nummer 20. Het is een heel aansprekend rastypisch paard met een hele goede voorhand. Wel een kleine bemerking in de bouw, met name in de kruisligging. Ook een kleine bemerking in de correctheid van het beenwerk. Maar het wordt ruim gecompenseerd door zijn rasuitdrukking, zijn voorhand met name en behang. Stap is ruim met voldoende kracht en het draf liet hij weer dat hele krachtige manier van draven zien met heel goed gebruik van het achterbeen, mooi ruimend in het voorbeen met heel veel balans. Zowel exterieurmatig, dus de drie cijfers voor ras, bouw en beenwerk, is voor ons aanleiding om deze Mary model te verklaren.
En hij is definitief model, want dan is inderdaad de 81,5 punt is ruim voldoende om inderdaad dat om te zetten in het definitief model predicaat. Nummer 20 is declared model today. With a good conformation and a special racial type. And the shot is excellent.